vind dat trouwens echt bizar. Het is vandaag... Oh, ik ga stuk. We waren dus heel snel klaar met de ene puzzel. Echt bizar. Ik loop net naar de auto. Goedemorgen, het is vrijdagochtend en vandaag begon wel echt heel leuk. Sarah had de tafel helemaal gedekt met ontbijt voor Marco, voor mij. Voor Mila had ze nog wat gemaakt, terwijl Mila natuurlijk in principe ontbeten heeft thuis. Ze had gewoon een krekkertje ook gemaakt. Echt super schattig en het was ook wel heel gezellig daardoor, want we zaten helemaal leuk aan tafel. Maar dat kostte wel heel veel tijd. Dus het was daarna wel vliegen. Ja, voor dat soort dingetjes wil ik ook wel echt even de tijd aan maken. Mijn naar school gebracht, een boodschap gedaan. Dit was echt de eerste dag weer dat ik op de fiets was. En dat ik echt dacht, oh, mijn handen gaan hier gewoon echt pijn van doen. Echt, en dat helemaal op je ogen, dat je van die traanogen krijgt ervan. En oh, echt verschrikkelijk. En dan krijg je van die traanogen en dan ga je even kou klinken en alles. En dan denk ik, oh, dadelijk word ik de supermarkt uitgezet omdat ze denken dat ik zwaar verkouden ben. Terwijl ik ben helemaal niet eens zwaar verkouden, maar ik heb gewoon op de fiets gezeten. En, dat merk ik af en toe. Ik heb heel veel broodjes en alles gehad. Krentenbollen, broodjes, croissantjes. Morgen ga ik in de tuin doen, dus dan kunnen de jongens allemaal lekker eten. Maar ik denk dat ik het even voor nu in de vriezer leg. Dat het even wat verser blijft en dat ik het er dan vanavond laat of zo of morgenochtend uithaal. Ik denk dat dat lekkerder is dan als ik het een dag bewaar. Dus even dit allemaal opruimen. Ik heb ook heel veel drinken gehaald. Dus... Niemand gaat wat goed komen. Ik heb zo'n 9 pak cola en Fanta gehad. Dus dan... Ik heb nog een paar blikjes energiedrank, dus ze kunnen wel goed eten en drinken. Heel veel beleg. Dus, ik moet nog even gehakte uithalen voor vanavond. Ik was zo druk bezig en dan is het zomaar echt, voor mijn gevoel echt 3 seconden later, alweer tijd om... naar school te gaan. Ze luncht vandaag thuis. Even kijken. Echt, waarom hebben anderen altijd van dat haar wat in één keer gaat en mijn haar gaat altijd van die rare bobbels maken? Echt, ik haat dat. Maar goed. Snel mijn jas aan. Ik denk dat ik even geen tas meer neem. Ik vind dat als ik snel heen en weer fiets, nooit zo handig. Ik had vanochtend koud, dus ik ga gewoon warmere jas even pakken. Ik vind dat trouwens echt bizar. Het is vandaag max 15 graden. Nee, 13 graden vandaag. En dat je dan echt een trui aan hebt en een winterjas. Terwijl als het winter is geweest en het is 15 graden, denk je echt, oh, ik kan mijn zomerjas aan. Maar omdat je dan nu warm weer gewend bent, vind je dit koud. En normaal is het dan andersom. Dan ben je koud weer gewend, dan vind je dezelfde temperatuur warm. Maar goed, ik ben lekker ingepakt. Nou, echt super gezellig. Sarah is thuis. En ik ben hem nu al klaar. Ja, Sarah heeft echt zo bizar snel gegeten. Dus we hebben echt tijd voor een goede puzzel. Kijk, ik moet wel uitkijken. Dit stukje. Zie je, daar gaat een flapje van los. Als je daar aan gaat zitten, scheurt hij helemaal. Gaan we even alle stukjes omdraaien? Dan is het wat makkelijker. En dan even de randjes leggen. Hey, dit is allemaal bij elkaar. Oh, wat goed. Ja, je hebt allemaal stukjes. Dan doe ik wel even de stukjes met de randjes. De randjes gaan aanleggen. En dan deze moet hier. Ik pak de randjes. Dit moet hier. Oh, kijk. Hier moet 1 stukje alleen tussen. Die moet ik vinden. Ja, ik zie hem al. Druk de randjes. Doe jij invullen? Zullen we dat weer doen? Deze horen ook bij elkaar. Dit is van een ping. Die moet hier. En hier zijn de rest van de stukjes. Zo. Hier zit ook nog een klein stukje. Gaan we kijken of we deze hele puzzel ook hier nog... Hier zit een klein stukje.
Oh ja, zover was ik nog niet eens aan het kijken. Ik was nog helemaal geobsedeerd in mijn randjes. Oh, ik ga stuk. We waren dus heel snel klaar met de ene puzzel. Dus ik zeg tegen Sarah, dan kunnen we nog een puzzeltje doen. Maar ik moest naar de wc, dus ik zeg, pak hem maar vast. Kom ik terug, zegt ze, nou, ik heb echt super snel gepuzzeld. Je bent een donderstuk. Ja, ik heb ze allemaal zelf gepuzzeld al. Ja, maar alleen niet allemaal vandaag. Jawel. Ja, de stukjes die er afvielen met het uit de doos halen. Nee, de dondersteen? Je bent een dondersteen. Nee. Kijk uit wat mama is een draak. Ben ik een draak? Ja. Dan ga ik je opeten. Oh. Ja. Je moest wel even eten, de vijf. Een tijdje geleden stond ik bij school zonder Sarah de zwemtas. Dus nu maar gelijk alles inpakken. Ik heb trouwens zo'n verschrikkelijke geluk gehad. Want het was echt droog toen ik Sarah ging halen. En toen ze ging brengen. En ze was net naar binnen, ging het heel zachtjes even miseren. Maar echt 10 seconden later was het geloof ik weer over. En ik kom binnen en het regent nu echt heel de tijd. Ik moet trouwens met deze terug. Die heb ik vorige week voor Sarah gehaald. En hij is helemaal leuk. Maar zodra we hem dicht doen, lekt hier water uit. Maar ja, we hadden net de naam erop geplakt. Dus dat is wel echt even balen. Er komt zelfs nu nog water uit. Dus, maar ik hoop dat ze dan gewoon de bovenkant kunnen ruilen. Want anders is ze de naamstip kwijt. Echt bizar. Ik loop net naar de auto. En echt, ik denk zo. Ik stap de auto en het gaat ook helemaal los met regenen. Ik hoorde denk ik wel, nou wat is het, 30 sirenes voorbij komen. En dan net niet kunnen zien. En er staat hier ook weer een auto geparkeerd. En die is zo groot. En nou kan ik mijn bocht niet maken. Geweldig. Eens even zo opzoeken wat er dan aan de hand is. Want ik heb echt nog nooit zoveel sirenes tegelijk af horen gaan. Ik bleef helemaal gaan. Ja, nou hier. Het is echt altijd zo'n punt. Niet handig is met elkaar. Maar echt, echt nou. En allemaal verschillende. Dus volgens mij was het brandweer, ambulance en politie. Alleen, er waren er zoveel dat ik dus niet eens meer goed kon horen of het ze alle drie waren of niet. Want het was gewoon één groot festijn van sirenes die hoorden gaan. Nou, echt, echt bizar. Dus dan ben ik wel echt heel nieuwsgierig dat ik echt denk, ik wil echt weten wat het is. En ja, het moet wel iets zijn als je er zoveel hoort. Maar ik heb echt geen idee. Eerst even snel naar school lopen. En hopen dat we dadelijk niet weer zo vaststaan. Sarah was vorige keer zo verschrikkelijk laat voor zwemmen. En dat moet gewoon niet weer gebeuren. We konden er gewoon niks aan doen. Ik bedoel, je komt uit school, ze komt uit de gym. En je gaat gelijk door. Dus ja, het is ook onmacht, maar het is echt niet leuk, want de zwemles duurt al maar 40 minuten. Dus als je daar alweer van mist, weet je, dan heeft ze gewoon nog maar een half uurtje. Dus daar behaalde ik zo verschrikkelijk van. Maar ja, in alle tijd dat ze op zwemles zit, is het de eerste keer dat het gebeurd is. Dus, ja, het zal vast nu wel weer goed komen. Je bent aan het filmen! Het is weer zo druk op de weg, hè? Ja. Echt irritant. Maar de brug staat niet open. Maar ik denk wel dat we vandaag op tijd gaan komen. En in ieder geval goede muziek, hè? Slam draait goed vandaag. Ik vind het eigenlijk niet heel leuk. Oh. Net vind je het nog wel leuk en nu niet meer. Oké. Okay. Oh, en hier is het opeens rustig. Oké. Okay. Nou, dan moeten we wel op tijd komen. Ja. Ik heb echt een hele fijne staart in. Hij zit ook echt lekker. Oh, dat is fijn. Uiteindelijk waren we op tijd op zwemles. Want na het drukke stukje was het gelijk heel rustig. En ik loop onder Sarah veel te klein paraplu. Ik ben al naar de winkel geweest. Ik heb de beker kunnen ruilen. Dus daar was ik heel blij om. Het was wel een gedoe omdat ik geen bon had. Maar ik wist niet precies wat ik gekocht had. Omdat het vorige week op de zwemles was. Maar dat is gelukt. Paraplu is echt klein. Net kon niet filmen, toen regende en waaide het zo hard. Het lukt nu ook niet echt. Die paraplu is te klein
om mezelf en de camera te onderhouden. Nou, sta je dan met je goede gedrag. Alle kinderen en ouders zijn weg. En Sarah is er nog niet, maar ik hoorde net dat ze de broek niet kon vinden. Dus ik hoop dat ze er zo is. Maar ik sta echt al 10 minuten in mijn eentje te wachten of zo. Dus, en het regent. En nu kan ik wel net onder een dak staan, dat kon ik net niet. Dus onder mijn veel te kleine paraplu. Ja. Sarah en ik eten weer met z'n tweetjes. En daarom zei ik al, Marco is gewoon heel druk. Dus ik dacht, nou, dan kijken we Glee verder. Want dan kijken we samen. Maar Sarah heeft Dr. Pol ontdekt. Dus we zitten nu allemaal zieke diertjes te kijken. Ja, ze maken hem beter en zo. Ja. Jij houdt van medische programma's, hè? Ja. Of het nou mens of dier is, dat maakt niet uit. Je vindt dat altijd mega interessant. Kom, zet even je bord iets meer zo. Anders knoe je er raak naast. Ik heb gewoon jeuk. Ja, kijk uit zijn met je diertjes. Voorzichtig, het is heet. Als je iets minder schets gaat, gaat het wat beter. Oh, het is zo erg. Ik weet niet of jullie het horen. Maar het stormt niet normaal. Dus ik zit nu echt in de stress. Want morgen moeten ze natuurlijk aan die tuin beginnen. En ze zijn met 5 man. En als ze dit weer doorzet, dan gaat het hem echt niet worden. Dus ik heb echt wel een beetje stress nu, zeg maar. En ik ben nu echt aan het hopen dat dit nu... alles er nu uitkomt, zeg maar. Alle regen en wind en noem maar op. En dat het dan vannacht klaar is. En dat het dan gewoon morgen overdag gewoon mee zit. En desnoods, weet je, als het meeste erin zit en ze zijn klaar voor morgen, dat het dan losgaat. Maar we hebben gewoon even die zoveel goede uren nodig. En echt, als ik het nu hoor, ik hoor echt alles schuiven en klapperen buiten en... Het stormt echt en het regent. Het is niet normaal weer. En echt, waarom precies nu? Oh. Had gewoon gewacht tot zeg maar 2,5 week later, weet je. Dat had me eigenlijk heel weinig uitgemaakt wat het weer allemaal nog doet. En dan was de tuin klaar geweest en dan was het verjaardag geweest. En... Maar ik had het gewoon niet gebruiken nu. Ik word helemaal gek. Oh, zo leuk. Ik word net geappt door Kim. En Kim heeft pas de fotoshoot gedaan voor Sarah, de uitnodiging. En toen hebben we ook natuurlijk gewoon foto's gemaakt. En ik krijg ze net binnen. En ze zijn zo, zo leuk. Alleen, ze was met meerdere mensen bezig in gesprek. Dus ik zei, joh, ik slaap toch nog voorlopig niet. Dus doe eerst die andere mensen even en dan hoor ik je daarna wel. Dus dan krijg ik zo die andere foto's als het goed is. Ik denk dat ik ze dadelijk dan ook krijg. Want ik kreeg nu zo'n sheet dat je uit kon zoeken welke je wilde. Ik vind ze zo geweldig. Ze zijn zo leuk geworden. Echt. En een paar waar ze gewoon heel mooi op staat. Maar ook twee waar je echt die missende voortandjes ziet. En dat vind ik zo ultiem schattig. En... ja, sommige zijn heel mooi sereen en ook een paar lachende. En Sarah heeft echt gezegd, ja, als je fotoshoot doet, moet je lachen op elke foto. Daar ben ik het overigens absoluut niet mee eens. Want ik vind ook een paar waar eentje doet ze heel zachtjes op lachen en die ander juist heel, kijkt ze heel clean. Vindt ze zo verschrikkelijk mooi. Oh, ik ben er helemaal weg van. En die moedervlekjes, heeft twee moedervlekjes. Die komen er zomaar uit. Ik vind dat zo mooi in haar gezicht, ja. Ik denk dat ze ze misschien zelfs nog geaccentueerd heeft. Echt, ik vind die foto zo geweldig. Ik kan echt niet wachten. Dus, oh, en dan stuur ik echt door rustig aan. En dan denk ik, ga ik wel ze hebben, ik wil ze hebben. Oh. Ik heb ze binnen. Ik ben er zo blij mee. Ik heb deze. En een zwart-wit. En deze. En dan nu een kleur. Die. En ik vind die tandjes zo schattig. En deze. Hoe mooi. Ik vind die lach echt geweldig. En deze vind ik ook zo cute. En dit is natuurlijk de foto van de uitnodiging. Al echt zo. Zo blij met die foto's. Ik vind ze zo leuk geworden.
Dus ja. Dat een mooie meisje. Oh, ik vind het zo leuk. Ik blijf er naar kijken. Ik ben zo moe nu. Marco is al net naar bed gegaan. En ik heb even een paar dingetjes afgemaakt. En ik ga nu ook lekker naar bed. En ik ga zo duimen dat het weer een beetje meewerkt morgen. Want echt, het moet gewoon. Maar goed. Ik ga dus lekker slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneer hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei.